Dames en heren, hartelijk welkom bij de 61ste aflevering van Licht op Leiden. Op deze 5e september is mijn gast Sjaak van der Gijn. Hij is van de tuin van de Smit. Ik zou ook kunnen zeggen, jij bent de Smit van de tuin. Hartelijk welkom, Sjaak. Dit is vandaag wel een beetje een bijzondere dag. Dat zal jou kunnen aanspreken, hoop ik. Het is de Nationale Nachtvlindernacht. Wist jij dat? Daar ben ik vanochtend mee opgestaan. Nee, je vertelt me wat nieuws. Nee, ja. Als je het niet erg vindt. Het sluit een beetje aan bij wat je nu bent en doet. Je vak en je bezigheden. Je hebt wel een heel bijzondere carrière switch gemaakt. En daar wil ik het straks wel een beetje met je over hebben. Hartelijk welkom. Dankjewel. Voor dit gesprek. Gewoontegetrouw, Sjaak, vraag ik aan mijn gasten. Hoe zit het eigenlijk? Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Hoe zat het thuis? Hoe is het in het gezin geweest? Vertel eens wat over jezelf. Heb je even? Nee. Ja. Ik ga proberen het kort te houden. De vraag was me inderdaad voorgelegd. Ik ben geboren in Driehuis Velzen. Als zoon van de koster. Dit is achter het huis bij ons. Ja. Mijn vader was koster, wij woonden naast de kerk. Daarnaast was hij conciërge en wij woonden voor het kerkhof woonden we. Want naast koster zijn was mijn vader, was zoals dat toen gebruikelijk was, was de uitvaartverzorger. Dus mijn speeltuin was buiten dit plaatsje, was zeg maar het kerkhof. Kerkhof? Ja. Mijn vader maakte de graven en hij... die worden dan geschud. Ik met mijn vriendje zaten in de hoop zand de botjes uit te zoeken. Meen je dat? Ja. Heeft dat nog spoor? Dit is mijn huis, dit is ons huis, zeg maar. Ja. En net daarachter lag dan de begraafplaats. Ja. Achter die muur hier, die je ziet, daar woonde de pastoor, zeg maar. Driehuis Westerveld is natuurlijk ook tegenwoordig bekend als plaats van een crematorium natuurlijk. Nou, niet tegenwoordig, want dat is die toen. Dat is een van de eerste crematoria geweest. Wij hadden een begraafplaatsje voor de parochie, zeg maar. Voor de gewone mensen. En Westerveld was met de grote beelden en urnenvelden en noem maar op. Ja, maar vroeger was het ook zo dat katholieken niet gecremeerd konden worden, hè? Mochten worden. Nee. Nee. Ja. Ja. Hey, en wie staan daar dan voor? Nou, dit is zeg maar... ik moet zeggen, dit is bijna het stel wat daar geboren is. Want dit is mijn zus Nelleke, de oudste. Ja. Die heet tegenwoordig Esther. Dus Helma is de tweede. Alfons is de derde, is alle drie in Rotterdam geboren. En dit is de eerste driehuizenaar in de club, zeg maar. Ja. Daarna is mijn broer Rob hier nog ook in datzelfde huis geboren. En toen zijn we, zeg maar, als economisch vluchteling zijn we naar het Leidse vertrokken. En wat ging je vader daar doen? Mijn vader is daar uitvaartleider geworden. In Leiden? Die is voor Ad Sanctus gaan werken. Dus we zijn in de katholieke hoek blijven hangen. Toen de tijd was alles behoorlijk verzuild natuurlijk. Ja. We zijn toen ons geld gaan verdienen. Of hij is geld gaan aan verdienen. De Mare, en ik later ook. Ja, Ad Sanctus. Veel Leidenaars. En in ieder geval de katholieke hoek zal dat herkennen. Nee, ik heb er ervaring mee met je vader. Dat wist ik overigens niet, dat hij dat was. Ja, want ik heb altijd de grap gemaakt dat je geen mooiere naam kan hebben als uitvaartbezorger dan Van der Gijn. Maar ik heb nooit geweten dat het jouw vader was, eerlijk gezegd. En op zo'n manier, je noemde het net even van wat heeft dat voor een uitwerking op jezelf gehad. Ja. Geboren worden en spelen op een kerkhof. Nee, ik ben op mijn 14e in plaats van vakkenvuller ben ik heel onbeleefd kistenvuller geworden. Als hij s'avonds gebeld werd en meestal kan je dan niet zeggen we komen morgenochtend. Ja. Maar dan rukten we gelijk uit. Dan trok ik een witte jas aan en dan ging ik met hem mee. En een makkelijker zakcentje was er niet. Maar nee. Er waren er ook die het voor geen goud hadden willen doen natuurlijk. Nee, hier zit er één denk ik. Die dat zichzelf niet... Ja, ik hoor wel meer van anderen die in die sector werken dat ze dat eigenlijk...
van jongs af aan gewend zijn om daarmee om te gaan. Het is natuurlijk ook een vak wat er moet zijn. En wat ook, denk ik, zijn mooie kanten kan hebben. Ik heb later, ik heb op een gegeven moment gezegd, zo is het wel genoeg. En toen ben ik eens gaan zitten rekenen van hoeveel zal ik er nou in mijn handen hebben gehad. Waar het er nou 1500 of 2000, zeg maar. En toen heb ik wel eens gedacht, nou ja, op zo'n jonge leeftijd, het laat je ook niet helemaal koud. Wanneer gaan anderen over de dood nadenken? En dat is pas als oma doodgaat of zo. En dan ben je, en bij een deel van dat huis wat je net zag, dat was een mortuarium, zeg maar. Misschien wel een beetje te veel, te vroeg. Maar dat zal van de persoon afhangen, denk ik. Ja. We hebben nog een mooie foto van jou waarop je in je jonge jaren staat. Hoe oud ben je hier, denk je, om erbij? Dit is als ik denk een 18, 19 of zo. Ik denk dat ik hier net uit, kijk, de uitgezaagde uitvaartleider, die staat nog, dat is enige huisvlijt van een van onze broers of zussen, zeg maar. Ja. Nee, deze wilde haren heb ik in Israël opgedaan. Ik ben op een gegeven moment min of meer gevlucht en in Israël uitgekomen in een kibbutz. Ja? Toen de tijd deed je dat. Ik zou er nu nog eens op mijn hoofd krabben, want er is wat meer bekend over de Palestijnen en de Israëli's en wat er wel en niet allemaal goed gaat. Ja. Ja. De volgende foto, ben je iets aan het werk? Nou, je ziet hier Annie's verjaardag. Ik ben ondertussen een jaar of 30, denk ik. Ja. Ik sta hier met Guus Kramer en ik ben daar kok geworden. Dus er zit een heel traject tussen, hoor. Ik ben op een gegeven moment, vanaf mijn negende wilde ik uitvaartleider worden. Net als mijn vader. Wie wilde niet worden wat zijn vader was? Yeah. En vroeger was dat wat makkelijker, want je had niet zo heel verschillende beroepen natuurlijk. Maar uitvaartleider, dat was natuurlijk wel redelijk vast omschreven. Op een gegeven moment heb ik dus gezegd van het is wel genoeg zo. Tegen die tijd dat ik dat dacht, vond ik mezelf ook eerder een anarchist dan een katholiek uitvaartleider. dus dat ging soms wat lastig samen. Ik heb ergens in het rijtje foto's heb ik een waar ik mooi in een Hugo Boss pak sta, zeg maar. Ja? Nou ja, dat deed ik dan aan als ik naar mijn werk was. En dat ging uit. Hebben we hier. Dat is een hele mooie foto. Ja. Kijk, hier sta je. Wat ben je hier aan doen dan? Een begrafenis regelen? Dat weet ik niet. Nee. Dit is voor of na mijn werk. Ik zit hier op de botermarkt. Ik woonde toen boven Gronheid. Geen idee wat ik hier aan het doen ben natuurlijk. Maar zo liep ik toen rond. En dat was nogal schizofreen. Want als ik dit uiting deed, dan was ik anarchist en dan ging ik met mijn maten zitten blowen, bij wijze van spreken. En als ik dit aandeed, herkende mijn halve stad me. En iedereen vond me een charmant, mooi aangeklede man natuurlijk. Dus dat was nogal een tegenstelling. Ja. Ik ben daarna gaan zoeken naar van wat ga ik dan wel doen. Ja. Want als je 10, 12 jaar denkt dit is het. Ik ben toen verschrikkelijk veel verschillende dingen gaan doen via uitzendwerk en noem maar op. Ik had altijd een mbo-diploma. Eigenlijk heb ik er twee. Want welke richting? Ik heb het in LEO gedaan, want ik was zo dyslectisch als wat. Dus de hoofdmeester toen de tijd van de Hartenbrug jongerschool, die zei van Sjaak, die moet maar naar het LEO. Dus dat heb ik op het Noordeinde gedaan. En toen, dat was een driejarige opleiding toen de tijd. Toen kwam net de mammoetwet in. En toen mocht je niet na drie jaar Meneer stoppen. Van Britsen was dat? Meneer Van Britsen. Wereldberoemd natuurlijk. Dat waren nog eens tijden. De man die had ook ergens in Indonesië een trauma opgelopen volgens mij. Ja. Nee, ja, bijzondere schooltijden. Ja, ja. En daarna moest ik dus door. Ik dacht, ik ben er vanaf. En toen moest ik door. En toen ben ik naar de detailhandelsschool gegaan. Het Rio. Later het Rio werd. Ja. En eigenlijk precies dezelfde opleiding. Alleen hadden ze het een jaar uitgestrekt. Dus ik heb me daar verschrikken. Daar hebben ze zelf ook daar spijt van gehad, hoor. Want ze zeiden van, ja, het Rio is eigenlijk wel zo goed. Dan moet je eigenlijk een jaar terug. Dus toen moest ik daar nog twee jaar doen. Nou, dat hebben ze geweten. En wij ook. Ik ben eigenlijk de enige in Nederland, denk ik, met misschien die hele lichting,
die twee type diploma's heeft bijvoorbeeld. Twee? Zo, ja, nou ja. Zo, elke hand één. Zo vervelend werd het natuurlijk ook. Weet je wel, wat moet je in godsnaam? En dat was alleen maar om de regeltjes te volgen. Ja. Maar goed, ik heb daarna, na deze tijd overigens, heb ik nog eens gedacht van ik moet toch wel wat bijstuderen, want ik las al vanaf mijn 16e de krant van voor naar achter. Yeah. En ik ben op mijn 25e ben ik naar de universiteit gegaan. Ik heb een colloquium doctum gehaald. Toegangsbewijs. Bewijs, ja. Naar de universiteit. En ik ben culturele antropologie gaan doen. Ik wilde de wereld in, zeg maar. Yeah. Uiteindelijk ben ik, ik had niet in Leiden moeten gaan studeren. Dat was veel te statistisch. En ik niet, zeg maar, nooit wiskunde gehad. Behalve voor het colloquium doctum. Ja, ja, precies. Het, ja. Dus ik had beter naar, Utrecht kunnen Soms gaan. Is dat dan gewoon een struikelblok in zo'n studie die behoorlijk, je wel leuk vindt. Behoorlijk, ja. Ja, ja, ja. Ik heb wij hadden daar blokweken. Dat was twee jaar lang was het 4 weken voor en 4 weken ja. Na, geloof ik, de kerstvakantie. En een van de weinige keer dat ik heb zitten hallucineren zonder iets te gebruiken, zeg maar. dat was uiteindelijk toch wel het begin van het einde. Ja. Ik heb mijn propedeuse gehaald en daarna dacht ik van, dit was een hele goede bijspijkercursus. Hartstikke bedankt Universiteit Leiden, ja. Maar ik ga weer door. Tot uiteindelijk uitkomend bij die foto die je zag dat ik kok was. En, ja. En ook daar nog steeds zoekende. Ik heb wel mijn koksdiploma's gehaald. Maar kort daarop heb ik afscheid genomen van Annie's verjaardag. Ik ben nog heel even gaan werken bij de cursusleider van zeg maar de koksopleiding. Die werkt op het Golden Crest Apollo Hotel. Dat was een chic hotel in Amsterdam. Maar kort daarna ben ik als smid gaan werken. Op de Oude Varkenmarkt. Waar ik was daar tegen een smederij aangelopen. Waar je een cursus kon doen. Dit was nog voor die tijd, denk ik? Nee, dit is later, denk ik. Oh. Dit is later. Ik had dit geplaatst eigenlijk een beetje in je wilde tijd. Maar, Nou, mijn wilde haren ben ik hier wel kwijt. Moet je Dan moeten we een paar foto's voor terug. Ja. Dit is later, denk ik. Hey, maar je zegt dus, je loopt tegen een smederij aan. De bekende... Van der Gijn smederij, die heeft jouw naam gekregen doordat je er ooit zomaar tegenaan liep. En er was iemand die er mee wilde stoppen. Er was iemand gestopt al. Ik was wel meer dyslect te hebben dan. Die zijn goed in beeld denken, in creatiever vaak wel. Dus ik kon wel wat dingen met mijn handen. Ik was op zoek naar een meubelmakerscursus. Nou, tegen die tijd was ik al 29, wat zal het zijn geweest, zoiets. Eind 20, ja, bijna 30. Ga dan nog maar eens op een mbo. Dat ging hem niet worden. Dus lastig. En op een gegeven moment liep ik langs de smederij. Daar deden ze een cursus. En de smederij was net leeggekomen. Omdat de oude smid was ermee gestopt. Was familie van Velzen. Yeah. Familie van Leo en Gijs. Yeah. En zijn vader. Ook Leo. Die heeft daar vroeger gewerkt. En de smederij was leeggekomen. Omdat Gijs was gestopt. En wat kort daarop was hij overleden. Jammer genoeg. Voor hem dan. In ieder geval. Wat wel tot gevolg had dat de hele smederij er nog stond. Ja. Meestal wordt zoiets leeggeruimd en dan wordt het iets anders en dan zie je nooit meer dat. Hij was bedrijfsklaar eigenlijk. Hij was bedrijfsklaar en de mensen van de Zonneboom die hebben die smederij ontdekt en die hebben samen met de stichting Stal hebben ze gezorgd dat gehuurd werd. Ja. Dus dat werd toen gehuurd van Leo Vervelzen. En dat er weer smeedswerk gedaan kon worden. Ik ben in zo'n cursus gerold en daar eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik heb er iets van 24 jaar heb ik er gestaan. Zeg maar. Ja, je mag rustig zeggen dat je daar heel bekend geworden bent als de smederij van Leiden. Je had natuurlijk wel, er waren anderen denk ik, maar als het ging over het bijzondere smeedwerk, dan moest je bij jou zijn. Hè? Er waren anderen. Hier sta je trouwens. Ja. Ook nog redelijk jong. Ja. Redelijk jong, ja. Redelijk jong. Als smid, hè? Als smid, ja. Vertel, ja. Er waren en er zijn andere smederijen waar ik mijn wat tegenwoordig een niche heet, van gemaakt heb. Was gewoon het vuurwerk. Ik heb het wel eens uitgezocht in de, hoe heet het, de,
Erfgoed Leiden, ja. Daar kan je van die boeken zien. Waar ja. Vroeger kon je dan zien op welk adres welk ambacht zat of wie ja. er woonde ja. en zo. De stad had rond het ontstaan van de smederij, en dat is in 1907 geweest. De heer Geertsema die richtte daar een smederij op. Waren er iets van 35 smederijen. In Leiden? In Leiden. Zo. Ik deed dat samen met Gienus Nusseling van de schoenmakerij in de Bakkersteeg. Ja. Ja. En er waren nog meer schoenmakerijen. Dat was echt, bijna een dubbele. Ja. Ja, maar vroeger, kijk, 1907, ja. geen gamma te vinden. Nee. Nee, als je ging gevraagd, naar de ambachtsman om je dingen te laten. Voor een spijker, ja, voor ja. Een bochie, voor een ja, hoekie, ja. voor je fietswielbewijs. Ja. Alles gebeurde in de smederij. Ja. En veel daarvan was ook nog vuurwerk. Want je had geen freesmachines, je had amper boormachines. Je had, weet je wel, de smid vroeger deed alles met hamer ja. en vuur. Ja. Nou, en die... daar ben ik op gedoken, zeg maar, en gezegd, dit is mijn werk, dit ja. is wat ik doe. En zo ben ik een beetje in het land der blinden, ben ik eenoog geworden en ben ik aan mijn handel gekomen, zeg maar. Ja. Ja. Zittend op een goede plek, want ik deed altijd zo en dan zei ik, binnen een straal van 800 meter ligt mijn meeste handel. En dan liep dat van Hoge Woerd, Hooglandse Kerk, Pieterskerk, Universiteit. Hoeveel musea zitten er niet tussen? En daar werkte ik veel aan restauraties. Ja, monumentaal werk. Monumentaal werk. Ja. Nou, daar heb je heel veel werk in gedaan. En daar mag je ook heel trots op zijn, denk ik. Want dat is natuurlijk toch een enorme bijdrage aan zo'n monument. En aan de stad zoals die eruit ziet. Nou, dat vond ik leuk om te doen, weet je wel. Dus daar ging me niet alleen mijn vuur harder van branden, maar daar lag mijn passie ook, zeg maar. Dat deed je in een periode, dat heb je dus heel lang gedaan. En intussen had je ook een gezin gesticht. Je hebt daar een paar foto's van meegenomen. Ja. Dit is de verkering, zal ik maar zeggen. Hè? Dit is toen de tijd nog de verkering. Ja, ja, en het is nog steeds mijn verkering. En... Nog steeds, hè? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Barbara. En de volgende is dat je ook besloten hebt om... Ja, we zijn getrouwd. De verkering aan te gaan. We wilden rond die tijd kinderen. En we vonden het wel leuk dat ze allemaal dezelfde naam hadden. Dus dat was een heel praktisch. Ja, Bar heette Jansen vroeger. En ja, dat is een minder bijzondere naam als Van de Gein. Dus wel een Leidse? Daar waren we het. Nee, Bar komt uit Breda oorspronkelijk. Breda. Ja, ja, ja. Ja. Ben jij overigens in de loop van de tijd, ondanks je latere aankomst in Leiden, maar je bent wel een echte Leidenaar geworden, toch? Ja, wat is een echte Leidenaar? Daar heb je even, daar wil ik nog wel eens een degen over kruisen. Ja, ja, ja. Ja. Nee. Enkele het luttele feit dat je hier bevallen, je moeder bevallen is. Ja. Weet je wel, we zijn een stad van vluchtelingen. Ik noemde me net zelfs, mijn vader was economisch vluchteling. Ja, dat zei je, ja. Met 5 kinderen hadden we het niet breed in Driehuis. Hij is hier naartoe gegaan omdat hier gewoon meer geld te verdienen was, zeg maar ook. En ondertussen was, hij zit hier half te slapen lijkt het wel, op mijn trouwpartij. Maar ondertussen is hij wel een Leidenaar geworden door, je zegt het, ik ken hem en iedereen kende hem in Leiden. Tenminste in ieder geval het katholieke deel, zeg maar. En ik heb daar ook mijn steentje aan willen bijdragen. Dus het is een stadje om van te houden natuurlijk. En, je hebt ook 2 nieuwe Leidenaren op de wereld gezet. Ja, ja, ja. En dat had ook net zo goed anders kunnen zijn. Fietje, mijn dochter, mijn jongen, dat is de jongste van het stel. Ja. En Pim, die is net 3 jaar ouder. Allebei geboren in Leiden. Ja. En het had, als Leiderdorp dienst had gehad, had het Leiderdorp. Een Leiderdorpenaar kunnen zijn. En je bent daar dus 23 jaar, zeg je, aan het werk geweest als smid. Ja, ja, ja. Met heel veel succes en met heel veel... eer in je werk. En dan is er een tijdstip waarop je zegt, het is mooi geweest, ik stop ermee. Is het zo gegaan? Nee. Nee, ik ben smid geweest en mijn interesse lag altijd al wat breder. Dus ik ben ook bestuurslid geweest, 8 jaar lang, van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden. Er zijn mensen die de club niet kennen, maar wij zijn een onderafdeling, waren wij van de metaling. Ik was altijd al breder aan het ondernemen, al dan niet financieel, maar dan wel gewoon
We hebben daar gewerkt aan het terugbrengen van de opleidingen, aan smeeddagen op jaarbasis, dat we ergens elkaar tegenkwamen, gezamenlijke werkstukken maken, noem maar op. Dus ik timmerde al op meerdere gebieden. Timmerde ik aan de weg, weet je, vond het leuk om niet alleen, weet je, ik had een webwinkel, ja. www.muuranker.nl. Ja. Mijn opvolger heeft de website nu. Ik vond het leuk om met internet bezig te zijn. Ja. Ik had www.smederij.nl. Dus ik altijd al ondernemender dan alleen in het donker op een stuk staal slaan. Zodoende kwam ik hardlopend, kwam ik in Kroonsteinpark, ja, de locatie Reigersbos tegen en dacht, daar kan meer. En nooit wetende waar ik nu zou staan hoor, ruim acht jaar later. Maar toen de tijd dachten we nog van, dat is leuk, dan begin ik 's ochtends, start ik de smederij op en dan neem ik het over van mevrouw. En als het niks wordt, huren we voor niet al te veel een van de mooiste 3 hectare van de stad, bij wijze van spreken. Nou, het was van de stad? Het was van de stad. Ja. Dus het land is nog steeds van de stad. Ik heb het laatst gekocht, maar op erfpachtbasis, ja, zeg maar. En de rest is geschiedenis. De smederij heb ik na 2,5 jaar dubbel doen. Want we zijn langzaam opgestart. Uiteindelijk, we hadden natuurlijk nooit bam en formule en hebben het er neergezet. Maar we zijn er langzaam vanaf het begin de tuin van de Smit geheten. Ja. Briljante uitvinding vind ik dat, eerlijk gezegd. Ja, nee. Toen de tijd was het nog zo. Ik heb hem niet gekozen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben dyslect. Ik heb niet alle boeken van de wereld gelezen. Wel heel veel kranten van de wereld. Maar dat is meer mijn stukje lezenwerk. Ja. Maar mijn vrouw en haar zus die hebben zitten brainstormen. Ja, goeie naam. Het werkt. En de tuin, het begin van alles, zit er nog steeds een beetje in. Ja. Dus dat, nou heeft het zich ontwikkeld in de loop van de tijd tot wat het nu is. En dan zouden ze ook niet stilstaan, denk ik. Want weer een nieuw idee komt, dan zal je ongetwijfeld daarmee door willen gaan. Ik zit op mijn handen nu. Ja. Dat heb ik beloofd, ja. Ja? Ja, ja, ja. Oh, want? Nou ja, kijk, ik verzin het. Anderen moeten het doen. En dat is wel eens veel op het bord van anderen. En zo. Ja. En je hebt nu een heel ander soort bedrijf. Het is horeca met natuur of natuur met horeca, hoe je het ook zien wil. Ik merk aan allerlei mensen dat ze het ontzettend leuk vinden om daar naartoe te gaan. Om welke reden dan ook. Met kinderen, zonder kinderen, gewoon lekker zitten, fietsen, aanleggen, bij je langskomen. Het is toch wel een soort uitvinding, vind ik eerlijk gezegd. Want het is een concept wat je niet... bestaat het nou nog ergens anders of niet? Ja, wij hebben het er altijd over van wat nou concept. Het is eigenlijk gegroeid. Het was vroeger een locatie van de gemeente. Een van de smeeddagen. Vier in de wagen, Pim, ik weet niet wat hij aan het doen is. Een duwijsje waarschijnlijk. Leuk. En ik op de mobiele smits. Dit is mijn schoonzus trouwens. Okay. Maar goed, nee, het is nooit... Dat zei ik net. Het is nooit verzonnen. We zijn er gewoon begonnen, zeg maar. En op een gegeven moment kwamen de mensen van, kunnen we hier niet vergaderen? En toen zijn we gaan vergaderen. Op een gegeven moment kwamen de mensen van, kan ik hier trouwen? En toen zijn we huwelijken gaan doen. En op zo'n manier is het een beetje ons overkomen. En daarnaast, weet je, ik heb 25 jaar een klein smederijtje gaan, want veel van de credits hiervan moeten toch naar anderen toe. En ook naar Barbara, die op een hele andere manier slim is dan ik, maar wel beter is in het uitzetten van de organisatie zoals die is. Ik als Bar had gedacht van ik kruip erbij in die smederij en ik ga daar werken, hadden we misschien nu een hele grote smederij gehad. Dat is wat zij kan doen, ze weten hoe een organisatie werkt. Ik ondertussen ook wel hoor en ik zie wel wat waar nodig is. Maar om de lijnen uit te zetten, daar ben ik wel goed in. Ik kijk, als je de jager-verzamelaar, ik kijk naar de horizon en ik zie wat er gaat komen en wat er nog nodig is daarvoor. En Bar is veel meer... Dus daar gaan meer credits nog naartoe dan naar mij, zeg maar. Hoeveel mensen werken er bij jou? Ja, we hebben er nu geloof ik 42 in onze zakelijke WhatsApp-groep zitten. En dat zijn niet allemaal fulltimers hoor. Dat lijkt me duidelijk.
We werken veel met part-time scholieren, van jong naar, naar wel een vast team wat de hypotheken ervan betaalt. Dus dat zijn er een stuk of 42. Maar ik geloof dat onze vrijwilligersgroep van een groot deel van het terrein is wat wij zeggen van ja, dit is van de vrijwilligers die het onderhouden. Ja. En het horecagedeelte, dat doen we zonder de vrijwilligers. En daar hebben we professionals op staan. Zeg maar. Heb jij een speciale, bijzondere relatie met dieren? In de zin van, oh, dat hoort erbij. Dat is, of is dat er gewoon bijgekomen? Ben je van de Partij van de Dieren? Nee. Maar ik ben al wel meer dan 25 jaar vegetariër. Kijk aan. Daarvoor al veel langer flexitariër. Ik ben dat geworden toen gekke koeienziekte een begrip was. En antibiotica schandalen de ronde deden. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, waarom zou je al die voedselproducenten zomaar vertrouwen? Dus op zo'n manier zijn we wel een bedrijf geworden. Als het al een concept heeft, dan is het van, we doen zoveel mogelijk vegetarisch. En tegenwoordig is dat bijna alles. En we doen zoveel mogelijk biologisch. Ja. Omdat ik denk dat dat beter is voor de gemeente. Voor de aarde aan zich, zeg maar. Laatst hebben we het hele dak bekleed met zonnecollectoren. Dus wij zijn nu een bedrijf waar je zonder uitstoot zeg maar een kopje koffie kan genieten. Dat vinden we ook belangrijk daarin. Dus ik wil nog met je praten over iets heel anders dan de tuin. En dat heeft te maken met jouw andere activiteiten die weliswaar soms gerelateerd zijn aan de tuin. Je doet aan kunst op de tuin. Je hebt toneelvoorstellingen, filmvoorstellingen. Je zit ook nog in een stichting Groen Kronenstein. Dus allemaal kunnen we het daar ook nog over hebben. Maar ik wil het over één ding speciaal hebben. Want jij bent de uitvinder van een groot idee en een project. We zien daar hier een foto van. En dat is de ontdekking van de Schans Lamme. Eigenlijk de naamgever van Lamme Schans. De plek waar de hutspot gevonden werd. Het was jouw idee, denk ik, om te zeggen, moeten we daar niet naar op zoek? Vertel in het kort wat ik nog niet weet. Nou, dit is dus daadwerkelijk. Ik denk dat die anderhalf uur hiervoor de schans, en dan kijken we helemaal naar de onderkant, gevonden is. Yeah. Ze zijn nu aan het kijken of ze zeg maar aan de oostkant ervan nog delen terugkwamen. Daar werd overigens minder gevonden. Werkende in de restauratie, in contact komen met restauratiearchitecten, met mensen van erfgoed Leiden. Vroeger was dat de monumentenzorg. Interesse in de geschiedenis van de stad, in de geschiedenis in het algemeen gekomen. En al snel, want het is echt al wel een jaar of 12 of 15 geleden, dat ik voor het eerst dacht van, waar lag die schans nou? En waarom weet eigenlijk niemand dat? Kijk, die glimlach die die zit niet altijd op mijn gezicht. Ik ben wel eens zwaarder van gemoed ook. Maar die dag. Dat was een mooie dag. Die dag en die week zat hij er wel even. Kun je even vanwege de voortschrijdende tijd mij in één zin zeggen wat jouw absolute wens is, wat er nu moet gebeuren? Nou, het zou mooi zijn als de plek, want er gaat een grote brug gebouwd worden. En of die er nou dwars of half bovenop komt. Het zou mooi zijn als de plek in de viering werd opgenomen. Een functie krijgt. Een functie krijgt. Ja. Dat de Leidenaren denken, oh, daar was die. En daar elk jaar aan herinnerd worden. Ben ik goed ingelicht dat er nu initiatieven ondernomen worden om dat te Ja, jij bent beter ingelicht dan ik nog waarschijnlijk vanuit je oude functie. Ja, ik heb dat ook gehoord. Dus het is leuk dat dat gaat werken. Ja. En ik denk dat, want een plaquette is zo gemaakt. En het geld ervoor, dat gaat er ook wel komen. Dat is natuurlijk allemaal superleuk. Maar ik wil eigenlijk dat het jaarlijks terugkomt. Dat het een plek wordt in de gemeenschappelijke herinnering, zeg maar. Ja. Dat is altijd het doel geweest. Het is een mooi resultaat van een droom die je had, van een idee wat je had. Mm-hmm. En net als andere dingen heb je meer ideeën gehad en die zijn allemaal tot wasdom gekomen. Ik wens je heel erg veel succes nog met al die andere ideeën die je misschien nog gaat ontwikkelen. We zijn aan het einde van de tijd, dames en heren. Sjaak, hartelijk dank voor je komst vandaag en voor interessante dingen die je verteld hebt. Volgende week, dames en heren, ziet u weer Licht op Leiden op zondagmiddag om 2:00. En dan is hier Ton Kolbeck met weer een andere gast. Dank u wel.